seconden eerder was, dan was het helemaal goed gekomen daar. En het lijkt erop dat we hier de eerste engage hebben. Flash en Ignite en de First Blood voor Furei weet hier ook nog met zijn leven weg te komen. Blijkt deze game, dat gaat er fout. Hele mooie engagement hier. Palias gaat daarvoor de Glacial Fisher, weet de stun te hitten. En dat is waar we het over hebben met Kai'Sa. Duikt direct bovenop Sliver, weet de kill op te pakken. En het feit dat je iedere tegenstander kan duiken zodra ze CC'd zijn, geeft hier. Maar daar is de teleport. Wil Lenny hier echt engage de rest van? De Fuse Kids komt eraan, maar ze zijn zo traag. Ik weet niet waarom ze hiervoor gaan. Lijkt erop dat Lenny hier lang genoeg leven weet te blijven. Maar Kitty kan nog opspringen. En gaan ze hier de fight turnen? Het is eigenlijk een 4v5, maar Ardis is er zo low. Pieter wordt hier ook opgeblazen. Kitty wordt dat dan toch gepakt door Prime. En met Kitty die neer is, kan ik me niet voorstellen dat de Fuse Kids hier in dit gevecht willen blijven. Lenny moet daar flashen. En gaan we hier de turn zien? Want op de Falcons, het lijkt erop dat de Fuse Kids denken, we kunnen Furei hier in leven houden. Of in ieder geval kapitaliseren op een gevecht. Maar ze blijven zo lang. Lenny en Furei zijn eigenlijk al dood voor het gevecht begint. Ja, dat zou wel droog zijn. Het is maar 3 tegen 5. Prime en Ardis allebei niet klaar voor die bermvergoeder. Die we zien. Furei gaat er gewoon. Weet hij het grond te pakken. Volgens nog niet. Daar is de kill op Sliver. En dat betekent dat de Baron naar de Fuse Kids gaat. Dat is toch belangrijker. Pieter wordt ook opgepakt. Mooie veer. Mooie execute. Dat is de Baron. En als ze niet uitkijken, meer kills hier. Prime, daar besluit erin te gaan. Er is het wel heel erg. Weet hij de return kill op te pakken? Nee. Ardis en